Welkom bij een gloednieuwe aflevering van ING Only Voetbal, waarin wij op zoek gaan naar de YouTubers met de beste voetbalskills. En vandaag doen we dat met niemand anders dan Ronald! Yo man, alles goed! Yo, yo! En hoe gaat het met jouw voetbalskills? Goed, ik heb op voetbal gezeten, wist je dat? Nee, hoe lang? Half jaar. Weet je hoe vaak ik buikpijn had? Half jaar lang. Ben je er klaar voor om de skills te testen? Ik ben er 100% klaar voor. Dan mag je gaan liggen, dan gaan we gelijk beginnen. Zo, ben je er klaar voor, Ronald? Nee. Wat is de bedoeling? Je gaat 60 seconden nu planken en ik ga je vragen stellen en die gaan we nu starten. Go! Wat is de naam van een Nederlandse keepster? Veenendaal. Ik keur hem goed. In welk stadium werden de vrouwen Europees kampioen? De Kuip. Niet goed. Naar welke club is Sneijder getransferd? Het is toch eentje van Turkije, toch? Ja, geen idee. Okay. Ik weet niet. Pas. Hoeveel diameter is een voetbal, Ronald? 30. Nee, fout. Hoe heet de jongens en meisjes die de bal opvangen die buiten de lijn gaat? Oh, fuck. Kom op, dit weet je, Ronald. Ja, oh, is blijf een ballen, jongen. Ja, oké, is goed. Er heeft een hele bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden in Arena in 2004. Wat was dat? Dit komt niet goed, hè? Even kijken. We werden wereldkampioen, weet ik veel. Nee, dat kan niet. We gaan door naar de volgende vraag. Nou, man, ik doe zo mijn best. Voor welk team speelt Tommy Beugelsdijk? PSV. Nee, fout. ADO Den Haag. Welke speler doet dit als hij gescoord heeft? En het is tijd. Ik zeg even, mijn kennis van voetbal is niet zo goed. Ik doe mijn best, dat jullie dat weten. Ik doe mijn best. Mag ik een high five voor die twee? Of is het niet waard? Ja, eigenlijk niet. Okay. Laat maar gewoon. Okay. We gaan gewoon door naar de volgende opdracht, ja? Oké, volgende opdracht. Misschien gaat dat wat beter. Oké. Ik deed mijn best, man. Ik deed mijn best. Gaan we door naar de tweede challenge, die heet doelpunten. En dat heb je zeker nog nooit gescoord? Nee, nog nooit. Nee, dat dacht ik al, maar vandaag moet je dat wel doen, want je kunt hier punten gaan verdienen. Bij het eerste goal krijg je namelijk 25 punten, het tweede goal 50 punten, die daarachter 75 en die daarachter nog 100 punten. 100? Vanaf die stip daar mag je schieten en je hebt maar één kans, dus benut hem goed en kies waar je voor gaat. Ik wil eigenlijk wel voor die 100 gaan, want... Ja, maar je weet dat als het mislukt, dat je 0 punten hebt. Maar soms moet je risico's nemen in het leven. Vandaag neem ik een risico. En mijn risico is dat ik voor de 8e goal ga voor de 100 puntjes. Neem geen voorbeeld aan hem. Hij kan niet voetballen, hoorden we net. Dus. Oh! Weet dat ik zo. Hey, oké. Okay. Oh! Die high five die ik je eerst die gaf. Die geef ik je nu wel. Dit is geen high five, we doen het even opnieuw. Okay. Met zo'n sprongetje erbij. Oké, 3, 2. Die ging mis. Die is jammer, maar dat is ook één kans. Ik had het niet verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat hij niks zou raken dat het er langs ging, maar... Neem je terug dat ik niet kan voetballen. Oké, we gaan door. Doei. Nieuwe challenge, de ode aan challenge. Aan wie ga jij een ode doen, Ronald? Aan de persoon waar ik het net verkeerd had. Je stelde een vraag, ook wel Wesley Sneijder, naar welk team zou je gaan. Ik heb ooit een keer een wedstrijd gezien, hij deed wat speciaals, iets heel speciaals. Zou ik het voordoen? Ja, doe maar. Ga je hem hoge punten geven? Als je best doet, kom maar op dan. Oké, ik ga het wat extremer maken. Ik ga wel voor de goal zelf eerst, hè. Je moet wel eerst natuurlijk juichen. Als het een lelijke goal is, geef je natuurlijk 1 punt. Nee, hè? Het wordt niet beoordeeld op scoren, hè, op de goal. Oké. Oh my god! Oh, Jolante! Ik zei toch dat ik het een beetje extreem was? Oké, ik geef je gewoon, omdat je dit doet, 70 punten. Oh, go here, man! Dankjewel! Dank je. Ja, dat is goed, Ronald. Ja. Laten we gewoon doorgaan naar de volgende challenge. De behendigheid challenge. De behendigheid. Oké, behendigheid challenge. Wat gaan we doen? Ik heb hier een hele grote bal die ik naar Ronald ga pasen. Hij krijgt 5 pogingen om die met een volley in het goal te trappen. Lukt het hem, krijgt hij elk goal 20 punten. En lukt het hem niet, ja, dan geen punten. We gaan gewoon beginnen. Ronald, ben je er klaar voor? Ja! Oké, komt de eerste bal. Oh, kijk, nou, daar begint het al. Oh, nee! Oh, ja, die komt goed terug met de wind. Lekker bezig, Ronald. Kom op! Kom op! Gewoon een beetje duwen, lucht! Nee, dat wacht! Nee, kom op! Nee! Nou, eerst is mislukt. Ik ben niet boos op jou, hoor. Ja, kan hoi, ik? Ja, hoi, ja. Komt-ie? Hoi. Ah! Doe je nou! Nu de derde poging, nu is het voor de echt, oké? Ik doe mijn pet af. 3, 2, 1. Wow! Oh, man. Oké. Knip dat eruit. Laatste 2 pogingen voor Ronald. Komt-ie? Ik blame jou. Ja, schiet hem maar gewoon in.
Ketsoi! Wat ben je aan het doen, Ronald? Als Ronald dit mist, krijgt hij gewoon min 20 punten. Nee! Niet doen! Ik meen het zin! Oké. 3, 2, 1. Komt hij wel een beetje hard? Nee, dit slaat nergens op! Ja, ik ga het niet makkelijk voor je maken. Oké, Ronald, hoe vond je het gaan? Hoef ik eigenlijk niet te vragen, want je hebt 0 keer gescoord. Ik geef jou de schuld. Oké, Ronald heeft 0 punten. We gaan gewoon door naar de volgende challenge. Mam! Ronald gaat 100 meter sprinten vanaf hier tot hier. Ronald, ben je er klaar voor? 3, 2, 1, start! Daar komt hij, hoor. Kijk hem gaan, man. Hij gaat helemaal los. Kracht, als een kracht, als een kracht. Yes! Wat doe je? Wacht, Sammy moet nog... Nee, Sammy mond, joh! Nee, schapje, kom. Je hebt een tijd van 14,6 seconden. Ik vind dat best wel goed. Door naar de volgende challenge. Kom maar. Gaan we door naar de laatste challenge. De precisie challenge. Nou, kies je plek uit van waar wil je gaan schieten. Vanaf hier. Vanaf de stip, 50 meter. Hij moet zitten, hè? Oké, ik ga ietsje naar voren. 1, 2, 3. Ja, dit gaat aan boord, hoor. Oké, ongeveer 8 meter. Ja, 42. Dan heb je 42 punten als je deze scoort. Ik ga voor een puntetje. Puntetje? Sowieso niet. Het gaat alle kanten op, Ronald. Weet je het zeker? Als jij het wilt doen, hè, je hebt vast vertrouwen in jezelf. Altijd. Zeg dat je er klaar voor bent. Oké, ik ben er klaar voor. Doe een gelukskusje aan de bal. Ik heb zo vermoeden dat het dan wel goed komt. Oké, laten we dit gewoon vergeten. Oh, dit gaat kut worden. Nee! Ik moest geen puntetje doen, hè? Maar ik zei het nog zo tegen hem. Dit komt nooit goed. Een punt, je weet niet waar de bal heen gaat. Ronald, loop het wild maar gewoon in. Oké. Oké, Ronald, hoe vond je het gaan? Vond het wel oké gaan. Ja, je beste moment? Was toch wel dat nopje met 75 punten. Oké, slechtste moment? Gewoon dit in geheel. Volgens mij ben ik geadopteerd. Want okay. Ik ben niet echt een voetballer vergeleken met mijn andere broers. Wil je nou de packkaart van Ronald hebben? Vergeet dan niet hieronder in de reacties achter te laten wie jij de volgende keer wilt zien. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. En hieronder te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeggen wij doei. Doedeloe. Doedeloe. Kom maar weg met het kop. Auw. Ik zit vast. Doei.